Gemeente Bergendal heeft plannen voor een groot zonnepark in de buurt van Millingen. Maar omwonenden zijn het hier niet mee eens. De vereniging Duurzame Energie Bergendal is in actie gestart tegen een groot zonnepark dat de gemeente wil aanleggen tussen Millingen, Kekerdom en Leut. Volgens de vereniging gaat het om een gebied van 180 hectare, waarvan 50 hectare nieuwe natuur wordt. Veel omwonenden zijn het nu niet eens met het plan en komen in actie. We zijn vorige week begonnen met een handtekeningenactie. We hebben een zienswijze klaargemaakt, dat heeft onze advocaat gedaan. Die heeft een zienswijze ingediend, klaargemaakt. Eentje namens de vereniging en eentje namens de omwonenden. We hebben tot nu toe ongeveer 500 handtekeningen. Er is natuurlijk altijd sprake van mensen die blij zijn, heel blij zijn, en mensen die niet blij zijn of helemaal niet blij zijn. Nou, we zijn natuurlijk vanaf het begin met de inwoners in gesprek. We hebben natuurlijk een aantal informatieavonden al met elkaar doorgebracht. Het is een onderwerp geweest van de afgelopen verkiezingen, hè, waar het een belangrijk thema is geweest. Wij zijn zeker niet tegen, het is gewoon realiteit. We hebben ook grootscheeps actie gevoerd bij mensen om zoveel mogelijk zonnepanelen op dak te leggen. Tuurlijk, we moeten iets aan de energietransitie doen. De gemeente heeft daar verplichtingen voor. Natuurlijk moet dat gebeuren, maar niet op deze manier. De plannen zijn al in 2020 bekendgemaakt, waaruit is gebleken dat de gemeente kiest voor één groot zonnepark dat tegen Millingen aan wordt gebouwd. De toenmalige wethouder Nelson Verheul, die schreven ze stukken ook: we gaan de zonnepanelen niet als confetti over de gemeente verspreiden, maar we gaan ze concentreren bij Millingen om zo de natuur te beschermen in de rest van de gemeente. Millingen was toch waardeloze grond. Dus leg ze daar maar niet uit. We zijn in 2019 met dit proces gestart. Toen zijn we begonnen met zoekgebieden vast te stellen van waar willen we eigenlijk zonnepanelen wel en zonnepanelen niet. Dat is een zorgvuldig proces geweest waarbij we ook de inwoners uiteindelijk hebben betrokken. De inwoners maken zich zorgen over onder andere de natuur. Maar ook zijn ze bang dat Millingen door dit zonnepark niet verder kan uitbreiden. Zonnepanelen komen ook te liggen tot aan de rand van de bebouwde kom. Dus als we hier mee verder gaan, dan kan de komende 30 jaar geen enkele uitbreiding, woningbouw meer plaatsvinden binnen Millingen. Is een opmerking die we natuurlijk ook al vaker hebben gehoord en ook al onderzocht is. En als het park verwezenlijkt wordt op de plek zoals die nu gepland is, is er nog meer dan genoeg ruimte om Millingen heen voor toekomstige woningbouw. Dus ook mensen die in de toekomst in Millingen willen gaan wonen op een nieuwe plek, daar is nog ruimte genoeg. Een enorme schadepost voor de Jumbo aan de Phoenixhof in Nijmegen. Door een stroomstoring zijn de vriezers en koelingen uitgevallen, waardoor de winkel nu alle producten daarin moet weggooien. Helaas is de Jumbo Phoenixhof afgelopen nacht getroffen door een stroomstoring en hierdoor waren alle koelingen uitgevallen. Op dit moment zijn ze bezig om alle spullen uit de vriezer en de koelingen weg te gooien. En wanneer het opgelost is, dat weten we nog niet. Alle producten uit de koelingen en vriezers in de winkel en het magazijn worden in een grote zeecontainer gegooid. Een elektrabedrijf heeft een grote aggregaat geplaatst, zodat Jumbo toch weer stroom heeft. Sinds 11:30 vanochtend is de supermarkt weer geopend. Maar het duurt nog even voordat de koelingen en vriezers weer opnieuw zijn aangevuld. Het is niet de eerste keer dat deze Jumbo wordt getroffen door een stroomstoring. Op 10 juli vorig jaar was het ook raak. Toen lag de oorzaak bij een blikseminslag. De gemeente Druten heeft een omgevingsvergunning verleend voor de noodopvanglocatie voor 100 asielzoekers aan de Scharenburg. De bouw gaat deze week van start met het plaatsen van de eerste woonunits. Naar verwachting kunnen de asielzoekers vanaf half april hun intrek nemen. Van tevoren organiseren de gemeente en het COA een open dag voor omwonenden en geïnteresseerden om een kijkje te komen nemen. Wanneer de asielzoekers er wonen, volgt er ook nog een koffiemoment om omwonenden en asielzoekers kennis te laten maken met elkaar. Het bestuur van Herenboeren Nijmegen heeft na het succes van de coöperatieve herenboerderij in Park Lingenzegen besloten om zich actief in te zetten voor een tweede boerderij in de regio. Momenteel wordt er druk gezocht naar een geschikte locatie aan de zuidkant van de Waal.
Een herenboerderij is een coöperatief boerenbedrijf waar ongeveer 250 huishoudens gezamenlijk eigenaar van zijn. Hier wordt duurzaam voedsel geproduceerd en wekelijks ontvangen leden een deel van de oogst. Er zijn allerlei gesprekken aan het voeren met organisaties die grond hebben, met boeren die zeggen van nou, ik wil misschien wel anders, ik wil misschien wel verpachten. Ja, om te kijken van nou, waar zou een stuk grond van nou, een hectare of 10 tot 15 zeg maar voor ons te pachten zijn om die tweede boerderij te beginnen. De herenboerderij is ontstaan als tegenhanger van de reguliere landbouw. Ja, nou, onze visie is dat het gewoon anders kan en misschien ook wel anders moet met de landbouw in Nederland. We denken dat dit een niet volhoudbaar systeem is zoals we nu aan het produceren zijn. En we willen gewoon graag laten zien dat het op een kleinschalige, circulaire, duurzame manier kan. En nou ja, dat blijkt bij veel mensen aan te spreken. Tot nu toe hebben al 120 aspirantleden zich gemeld voor de tweede herenboerderij. Maar er is nog ruimte voor zo'n 250 leden. De leegstand van woningen in de gemeente Nijmegen neemt de laatste jaren duidelijk af. Dat schrijft burgemeester Hubert Bruls in een brief aan de gemeenteraad. Hij noemt het een positieve ontwikkeling dat de bestaande voorraad huizen beter wordt benut. Daarom zijn er volgens de gemeente geen harde maatregelen nodig. Ook de leegstand bij kantorenpanden is de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. Dat geldt ook voor de leegstand bij winkels die in Nijmegen überhaupt lager is dan de rest van het land. De meeste leegstand van winkels concentreert zich in de Molenpoortpassage in het centrum. Je wilt weer gaan werken of veranderen van baan. Maar waar begin je dan? Voor deze vragen is er in de FASEM de Ontdek je werkplek georganiseerd. Een evenement waar al deze vragen beantwoord kunnen worden. Er zijn vele adviseurs en vakambassadeurs aanwezig die mensen op weg kunnen helpen met hun werkwensen. Wij houden hier de Ontdek je werkplekmarkt. En die is er voor mensen die werk zoeken of ander werk zoeken. Die soms ander werk hebben, maar iets anders willen of werkzoekend zijn. Ze mogen een gesprek aangaan met vakambassadeurs. Ze kunnen natuurlijk met die scholingsinstituten praten. Maar er lopen ook een heleboel loopbaancoaches rond van het RMT in Nijmegen. En daar kunnen ze ook vragen aan stellen en eventueel ook afspraken maken. Als ze zeggen van, goh, ik wil nog wel wat verdiepende vragen of ik wil wat meer loopbaancoaching, daar kunnen ze ook naar vragen. Ja. Ik ben van Jij gaat het maken en Gelders Vakmanschap. En wij zorgen dat mensen weer de bouw en de infra en de techniekwereld ingaan. Dus ja, als iemand zijn stromer is of hij denkt van nou, ik heb twee rechte handen, kom met mij praten en ik ga regelen dat hij of een opleiding krijgt of een bouwbedrijf zoekt en weer richting de bouw en de infra gaat. Francis, haar eerdere ervaringen hebben haar geïnspireerd om dit evenement te organiseren. Ik ben sinds anderhalf jaar verbindingsmakelaar bij de FNV, de vakbond. En als vakbeweging zitten wij samen met CNV in de RMT's, in de regionale mobiliteitsteams. En mijn rol als verbindingsmakelaar is contact zoeken met de sectoren. Want daar zitten alle mensen die een vak uitoefenen. Je moet dan denken aan de sector bouw, de sector zorg en welzijn. Daar zitten bestuurders die namens onze cao's doen, maar dat is natuurlijk totaal niet interessant voor werkzoekenden. En in de RMT's, de regionale mobiliteitsteams, daar zijn werkzoekenden. Dus ik ben een poos aan het zoeken geweest van wat hebben werkzoekenden nou aan alle kennis die wij als vakbeweging hebben van de werkvloer. En zo ben ik op het idee gekomen om vakambassadeurs uit te nodigen. Nou, ik vond het enthousiasme van de organisatoren groot. En ik heb het idee dat er veel mensen gaan komen. Dus ja. Als er maar een paar mensen bij zitten die stap naar de techniek en de bouw willen maken, ja, dan is het voor mij al geslaagd. Het dijkmagazijn in Beuningen is meer dan alleen een standaard dijkmagazijn. Het is de thuisbasis voor vele leuke activiteiten voor kinderen uit de omgeving. Met grote regelmaat wordt er een gezellige middag georganiseerd, zo ook deze woensdag. Deze week was het aan de kinderen de taak om een vogelvoedertak te maken. Speciaal voor in de koude wintermaanden. Maar de middag was meer dan alleen maar knutselen. De materialen moesten zelf in de natuur worden gezocht. Het komt vrij precies. In ieder geval zeker geen nylon en geen netjes dat gaat zwerven waar de vogelpootjes en de vleugeltjes in terechtkomen. Dus we hebben zaadjes, pinda's waar de vogels van eten. En ze maken zelf vetbollen van zaadjes en gevriesdroogde meelwormen in vet waar de vogels ook weer van kunnen leven. We proberen altijd op de agenda te zetten wat kinderen leuk vinden. En dit is een van de klassiekers. Het wordt volgens mij al tientallen jaren gedaan. Dus wij doen ook ieder jaar
in het voorjaar iets voor de vogels. En het is volgens mij zaterdag en zondag vogeltelling. Dus kinderen krijgen ook plaatjes mee van de vogels die ze in de tuin kunnen vinden. En dan kunnen ze zien of ze op hun voedertak zitten. En dan kunnen ze, als ze willen, bij de vogelbescherming aanmelden welke vogels in de tuin zitten. En tijdens deze middag wordt er door de kinderen een hoop geleerd. We merken wel dat die kinderen het altijd erg leuk vinden en dat sommige kinderen ook heel vaak terugkomen. Ze vinden het al berenspannend om zelf een tak te knippen met een grote tang. Dat is heel stoer. Leren ze ook hoe ze veilig kunnen werken. En ik merk dat ze gewoon heel prettig vinden om ook met hun handen bezig te zijn. Soms zie je dat ze daar moeite mee hebben. Knoop leggen, knippen, dat soort werk is toch een vaardigheid die ze kunnen leren. En dat kunnen ze bij ons, want ze moeten het zelf doen. Sommige kinderen zijn handig en andere zijn wat minder handig. Dus het gaat al spelenderwijs dat ze leren van ik wil ook die knoop leren leggen. En dan kijken ze het af bij anderen, andere kinderen helpen en dan leren ze het heel snel. Het is geen pedagogisch didactische knopen, instructie en vastbind uitleg. Dus ze proberen het uit en als ze zien dat het mislukt, zie ik vaak ook bij huttenbouwen en andere activiteiten, dat ze enorm gedreven zijn om het toch goed te kunnen. Dus we sporen soms de ouders wel aan van zorg vooral dat het kind het zelf doet. Liever wat klungelig door het kind zelf dan dat je het overneemt en vlug invult. Want zelf leren is het spannendste. Het weekend staat voor de deur met een portie rustig weer. Maar voor het zover is, moeten we nog even door een onstuimige vrijdag heen bijten. Vannacht trekt er een regengebied van west naar oost over het land en vrijdagochtend houden wij daar in onze regio nog mee te maken. Het kan van tijd tot tijd even goed doorregenen, wel is het zacht voor de tijd van het jaar met zo'n 11 graden. In het weekend wordt het dus rustiger. Het zal in grote lijnen droog blijven en bewolking wisselt af met zonnige periodes. De nachten verlopen weer iets frisser, met lokaal een graadje vorst. Maar in de nieuwe week loopt het kwik weer aardig op. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 25 januari. Nu op RN7 is het programma Nu in de Bios weer terug van weg geweest en zie je dus welke films er vandaag nieuw in de bioscopen draaien. Morgen zijn we weer terug en dan krijg je onder meer een exclusieve preview van het Nijmeegse Museum KAM, dat volgende week weer open gaat na een flinke renovatie. Graag tot dan!